Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik hopelijk een hele leuke video voor jullie. Ik heb iets nieuws, namelijk de Sleep In Rollers. Even kijken, Sleep In Rollers. Die komen in het hele leuke roze tasje, kijk. Dus op dit moment, het is een hype in Amerika en sinds kort in Nederland te koop. Wat is de bedoeling hiervan? Nou, ik hoop dus dat ik zo'n kapsel krijg. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar dat zal wel een illusie zijn. Maar waar het op neerkomt, is het volgende. Er zitten hier rollers in. Die zien er zo uit. Ook heel leuk roze. Ze zijn heel flexibel. En je doet ze dus in je haren. Je rolt ze in je haren. Mijn haar is nog een beetje nat, omdat ik ze gewassen heb. Daar ga je dan mee slapen. Doordat ze zo zacht zijn, schijnt dat toch niet onprettig aan te voelen. Nou, dat ga ik vannacht dus meemaken. En als ik dan morgen opsta en ik haal ze uit, dan moet ik big, bouncy volume haar hebben. Dus wat ik al zeg, ik ben heel benieuwd. Ik ga ze indoen. En dan ga ik straks proberen hoe ze liggen. En morgen dan ga ik ze natuurlijk uitdoen. En dat gaan jullie allemaal in deze video zien. Dus nogmaals, ze komen in het hele leuke roze tasje. In Amerika is het al wel eens op tv geweest in de serie Desperate Housewives. Voor degenen die het volgen. Nou, zoals ik al zei, mijn haar is nog een heel klein beetje nat. Dan ga ik je moet ze ook niet te nat doen. Want als je ze dan inrolt, ik heb vrij dik haar. En dan, ja, als ik ze dan indoen en het is helemaal nat, dan kan het goed niet drogen. Dan weet ik niet hoe het resultaat morgen is. Maar goed, ik ga in ieder geval volume mousse erin doen. Ik gebruik deze van André Lon. Die ga ik in mijn haren doen. En dan, kijk. Nou, dat is ook niet zo. Zoveel ongeveer. Dat doe ik er dan in. Nog een beetje voor de onderkant. Ik ben echt super benieuwd. Ik heb hele goede reviews gelezen. Ik heb filmpjes bekeken. Dus het is dus niet zo dat je hier een mega bos vol krullen van krijgt. Dat is niet het, de bedoeling is. Dus dat je gewoon echt heel veel volume in je haar krijgt. En het fijne is dus, schijnt, dat als je 's morgens opstaat, je doet die dingen uit. Je doet een keer door je haren aan. Je haar zit goed. Dus je hoeft dan niet nog, ik weet niet hoe lang, te gaan staan feunen of met de tang of weet ik veel wat. En iedereen wil natuurlijk mooi big bouncy hair. Bouncy. Dat Brabantse accent altijd. Niet altijd fijn in mijn filmpjes. Maar goed. Nou, ik ga. Oh, daar gaat mijn kam. Ik ga dus beginnen. En ik begin dus hier bovenop. Ik zie dat je mijn BH-bandje elke keer ziet. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Er zitten iets van, ik weet het niet, 24 van die rollers in of zo. Deze dus. Zit allemaal in een tasje en zit ook nog een heel charmant haarnetje bij. Oh, ook nog een cd die erbij zit, hoe je het kunt doen. Nou, die heb ik nog niet eens geopend. Ik ga het gewoon proberen. En ik zie morgen wel wat het resultaat wordt. En ik zal het hele charmante haarnetje. Oh, het zit helemaal vast aan die rollers. Oh, heel erg leuk. Kijk. Het zit erin vast. Ik had de verpakking namelijk al opengemaakt, overal plastic vanaf gehaald. Ik denk dat is heel lastig in de filmpje als het allemaal nog open moet maken. Nu zit het helemaal vast. Oh, nou. Het is los. Ja, eindelijk. En dan moet je deze denk ik eroverheen doen, maar of ik die ga gebruiken, weet ik dus niet. Het is handig als je schuifspeltjes hebt. En dan ga ik dus nu beginnen om het in te doen. Ik begin hier bovenop, deel mijn haar zo. Ik ben echt zo benieuwd hoe het er morgen uit gaat zien. Wat ik al zeg, ik heb heel veel goede dingen gelezen. Maar je zult altijd zien dat dit soort dingen bij mij dus weer mislukken. Kijk of ik dit zo goed heb. Ik pak een pluk. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Dan rol ik hem in. Kijk, mijn pony, ja, dat gaat dan niet helemaal goed zoals het moet. Daar komt mijn pony. Ik heb dus een pony gehad. En die is natuurlijk korter dan de rest van mijn haren. Nou, dan moet ik gewoon een kleinere pluk nemen. Zo dan. Nog een kans. Gewoon eens inrollen vanaf boven. Kijk, daar gaat mijn haar weer. Nou, ik ga toch proberen. Oh, het is benauwd vandaag en ik heb echt
Zo. Maar een schuifje, zet je die dan natuurlijk vast. Het voelt redelijk stevig. Ik draai best wel veel in mijn slaap. Kan. Dus ik ben echt benieuwd hoe het blijft zitten en zo. Dus misschien had ik toch wel dat netje op gaan doen. Ik weet het nog niet. En ik ben ook benieuwd hoe het ligt. Want het liefst slaap ik. Ik heb mijn haar eigenlijk altijd 's nachts in een vlecht. Los haar vind ik sowieso ook niet fijn. Dus ik ben benieuwd hoe dit slaapt. Ja, met die dingen zeg maar. Kijk, hier rolt ze dan gewoon in. Ze rollen wel heel makkelijk in. Ze blijven ook goed. Ze voelen inderdaad lekker zacht aan. Het is natuurlijk absoluut niet schadelijk voor je haar. Dat is ook wel een groot pluspunt. Schuif je erin en klaar, wou ik zeggen. Maar hij zakt uit. Zoals je ziet zitten ze er bijna allemaal in. En de plukken moeten ongeveer even breed zijn die je inrolt als de roller. Het eens waar ik niet tevreden over ben, is dus die roller voor, zeg maar. En ik vind het vastzetten met schuifjes deze erg lastig. Of ik gebruik gewoon niet de goede schuifjes, dat kan natuurlijk ook. Maar even kijken, hier heb ik nog één pluk. Maar goed, het voelt redelijk stevig. Zal ik het haarnetje gebruiken? Dat is een goeie. Ik denk dat dat wel beter is, omdat ik pas wel veel draai. Nou, heel charmant. Je kunt hem dus kleiner maken. Even kijken. Oh, ik trek het lint al kapot volgens mij. Maar wat dat betreft ben ik ook echt zo'n clunch. Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik doe dit eroverheen. Oh, ik weet niet of dit een succes gaat worden, want het blijft meteen kleven aan die rollers, zeg maar. Nou, ik vind het makkelijker eruit zien dan dat het is eigenlijk, eerlijk gezegd, tot nu toe. Ik krijg er ook warm van. Het is al best wel benauwd vandaag. Oh, ik zie er echt heel charmant uit. Nou, dan zit ik hier ergens met dat lint, dat hou ik er dan maar tussen. Ik ga dadelijk proberen hoe ze liggen op mijn kussen. En ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Het ziet er nou ongeveer zo uit. Eigenlijk niet dus. Ik heb nu al twijfels over het resultaat morgen, maar we gaan het meemaken. Dus ik ga nu kijken hoe ze in bed liggen, op mijn kussen liggen en of ik er hopelijk mee kan slapen. Nou, ik lig dus nou eventjes in bed met de sleep-in rollers. Heel charmant. Het ziet er gewoon niet uit zo. Ik voel me net maar vlodder. Maar dat dit mensen lekker vinden liggen, dat begrijp ik niet. Want ik vind het is wel flexibel, maar het pikt en het duwt. En als ik zo, ik draai best wel veel in mijn slaap. En als ik dan zo ga liggen, dan ik kan niet echt zeggen dat ik nou denk van, oh wauw. Dus ik ben heel benieuwd hoe de rest van de nacht, dat ik er veel last van heb. Make-up en zo moet ik nog eraf halen, maar ik dacht, ga toch even liggen om het te proberen. Het netje vind ik echt, ik denk wel dat ik het nodig heb, want ik draai best wel de hele nacht door. En ik denk wel gewoon dat ik het dus nodig heb, want ik denk dat anders die rollers, hier is mijn hondje, die slaapt ook altijd bij mij. Beertje, hi. Kijk, zwaaien. Ja. Maar ik denk dat er anders geen rollen meer in zit morgen. Ik ben echt heel benieuwd naar het resultaat, want ik heb het idee dat het alle kanten op gaat. De hond die ruikt eraan. Dus ik heb echt totaal geen idee of het wel iets wordt morgen vroeg. Maar goed, ik ga het morgen vroeg filmen als ik ze uit ga halen. Ik ga nu mijn make-up eraf halen en dan kruip ik lekker tegen mijn hondje en ga ik lekker slapen. Dus tot morgen. Doei! Goedemorgen, daar ben ik weer met de sleep-in rollers. Ik heb ze de hele nacht ingehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind ze absoluut niet fijn zitten. Ik heb liggen draaien. Nou draai ik sowieso al veel in mijn slaap. Maar ik voelde ze toch de hele nacht. Ik ben er veel wakker van geweest. Ik voelde ze de hele tijd prikken en zo. En dit is hoe het er dan 's morgens uitziet. Ik ben gedoucht, heb mijn make-up gedaan. En ik ben toch wel benieuwd naar het resultaat. Dus ik ga ze nu eruit halen. Het zit natuurlijk niet meer zo netjes als gisteravond. En ik hoop dat ik ze fatsoenlijk sowieso uitkrijg.
het voelt alsof dat het hartstikke vast allemaal zit. Maar zoals ik al zei, het is geen aanrader om mee te gaan slapen. Ik vond het echt niet fijn. De hele nacht voel je die dingen en het leek net of dat het elke keer los zat. Ik weet dat je ze langzaam uit moet draaien. Anders gaan ze vastzitten in je eigen haren. Het zal me heel erg benieuwd hoe het eruit komt te zien. Het zit echt helemaal in mijn haren. Kijk, dan zet ik dus vast. En hier moet je dus voor opletten met het uitrollen. Dat je niet in de knoop komt met je andere haren. Al je andere haren zo mee. Ik denk ook dat je een beetje op de kop moet gaan hangen. Een beetje los moet schudden. Volume geeft het sowieso, maar of het nou echt mooier van wordt, ik weet het ook niet. Mijn haar lijkt zo'n 20 centimeter korter. En het pluist hier heel erg, zie ik. Volume geeft het absoluut wel, want je voelt het echt. Nou, dat kijk. Ik heb nog geen idee hoe het er aan de achterkant uitziet. Ik denk dat het handig was geweest als ik die rollen voor die kant had opgerold, dus zeg maar naar voren in plaats van naar achter. Maar dat is een leer voor de volgende keer. Al sowieso even een rondje draaien. Hoe het eruit ziet aan de achterkant, ik heb het echt totaal geen idee. Dus, maar dan kunnen jullie het zien. Misschien ziet het er echt absoluut niet uit. Ik zal er even wat spray in doen. Misschien, dat is deze van André Lon, die uit de Pink Collectie. Shine spray. Ik heb ze net nog even doorgekamd met de Tangle Teaser, deze borstel. Een beetje zo. Het volume blijft, het slag wordt ietsjes minder. En hiervoor ben ik niet zo heel erg blij mee. Maar dat kan natuurlijk wel ik al zijn, dat ik de rollen naar voren had moeten doen in plaats van naar achter. Dat is natuurlijk een leer voor de volgende keer. Verder, op zich blijft het volume wel. Kijk. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Deze kant ziet er heel pluizig uit daardoor. Het heeft ook wel een beetje te maken met het lichtval. Want deze kant kijkt altijd toch anders omdat ik ook vlak bij een raam sta. Het ziet er altijd heel raar uit op de camera. Het is niet heel lelijk, maar dat ik er elke dag mee zal gaan lopen, dat dan ook weer niet. Ik voel me een beetje, Rachel Haas, die heeft toch ook zo'n kapsel. Oh my god. Daar wil ik eigenlijk niet op lijken. Nou goed, nogmaals, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Alle informatie hierover op prijs in de webshop waar ik deze gekocht heb, vind je in de link hier onder dit filmpje. Dus, dankjewel, een hele fijne dag en tot de volgende... Nou, ik verspreek me eigenlijk bijna van. Tot de volgende keer. Doei!